SP-jongerenorganisatie Rood voert ook in Nijmegen actie tegen huisjesmelkers. De jongeren doen dat via een jaarlijkse verkiezing. Door die verkiezing moet de slechtste huisbaas de oneervolle titel huisjesmelker van het jaar krijgen. De huisjesmelker van het jaar verkiezing is een actie vanuit Rood, de jongerenorganisatie van de SP. Waarin wij door het hele land heen nominaties ontvangen van studenten en jongeren die een huisbaas hebben die echt heel erg slecht is. Waarbij mensen veel te hoge huren betalen en het onderhoud achterstallig is, noem maar op. En door dan de ergste huisbaas te nomineren, te verkiezen als de huisjesmelker van het jaar, in dit geval 2016, proberen we in ieder geval wat bewustwording op te roepen voor de woningnood onder jongeren en te kijken of we daar een oplossing voor kunnen verzinnen. Onze huisbaas wilde het huis laten schilderen. Dus wij moesten zorgen dat we thuis waren voor de schilder. Het varieert echt van schimmels in de douches en de keukens tot veel te hoge huren voor veel te kleine kamers, ratten in de kelder. Het kan heel erg worden. Als wij dan thuis kwamen, dan stond de deur van het huis open omdat de schilder de deur moest schilderen. En wij dachten alleen dat de buitenkant van het huis gedaan moest worden. Nou, tot 3 keer toe is dat gebeurd. En toen hebben wij gezegd van ja, dit is geen succes, dit willen we niet meer. Dus we gaan nu gewoon normaal communiceren. En dat werd niet echt gewaardeerd. Volgende week zaterdag komt hij weer langs en zorg maar dat je thuis bent. Vervolgens was het hele huis leeg toen wij die avond thuis kwamen. Het is natuurlijk lastig voor studenten om zomaar hun huisbaas op te geven. Want het is altijd spannend om met je naam en toenaam zeg maar, tegen iemand waar je compleet van afhankelijk bent in te gaan. Maar onze informatie komt daarom natuurlijk ook niet meteen bij je huisbaas terecht. En pas wanneer je ook echt gesproken hebt met mensen van Rood en misschien met huurteams en ga kijken of je juridisch sterk staat, ga je actie ondernemen tegen je huisbaas. Ja, er zaten ook gewoon spullen van onszelf. Dus dure pannen, spelletjes, toiletborstels. Ik bedoel, het gaat wel echt behoorlijk ver als je zoiets flikt. Dit is het 10e jaar dat we de verkiezingen doen. Maar ik durf niet te zeggen hoeveel nominaties we de voorgaande jaren hebben. Dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Dat zou ik op moeten zoeken. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.